Verbied de lange inleiding bij het stellen van vragen. Veel gemeenteraden maken gebruik van het BOP-model als vergadermodel. In die beeldende fase staat het verkrijgen van informatie centraal. De ene gemeenteraad noemt dit de politieke markt, de andere spreekt van carousel en de volgende houdt het gewoon bij commissie. In die fase moet je vragen stellen. En de meeste gemeenteraadsleden doen dat ook, maar de manier waarop, die is voor verbetering vatbaar. Veel raadsleden lezen een wollig betoog op. Daarin verstoppen ze een aantal vragen. In de tweede termijn gaan ze dan kijken of de wethouder die vraag wel heeft beantwoord en of ze het antwoord hebben gekregen dat ze graag wilden horen. Dat is jammer. Ze lijken niet zo geïnteresseerd in dat antwoord, maar veel meer in de vraag. Hun besluit staat al vast. Zo maak je niet optimaal gebruik van die beeldende fase. Griffiers, vraag jullie voorzitters hierop te letten. Een duidelijke vraag zorgt namelijk ook voor een duidelijk antwoord. En op deze manier komt die beeldende fase optimaal tot zijn recht.